Stel nou het droomscenario van Volt komt uit. Hè? De partij komt na de verkiezingen in de Kamer, misschien wel met veel meer zetels dan nu. Wat is het 6 zetels, daar gaan we voor. Het streven, 6 zetels. Ja. Ja. Wat gaat u dan doen? Eerste. Wat zijn de belangrijkste punten? We hebben een heel belangrijk verkiezingsprogramma waarin we radicale keuzes maken. Radicaal voor Europa, dus een transparantere, democratische Europa, juist om die grote uitdagingen aan te pakken. Maar we hebben ook hele duidelijke keuzes om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is de grootste uitdaging van deze tijd. De afgelopen jaren is dat keer op keer zijn de moeilijke keuzes daarin vooruitgeschoven. En een derde, wat ik heel belangrijk vind, is ook bestaanszekerheid tegengaan. En daarin gaan wij voor een hele fiscale schoonmaak. Dus we slaan alle toeslagen af, heffingskortingen, aftrekkosten, werkgevers, werknemerspremies. Er is geen partij die daar zo ver in gaat als dat wij doen. Om te zorgen dat het voor mensen veel eenvoudiger wordt, krijgt iedereen een huishoudtoelage met er bovenop per persoon. Huishoudtoelage is een ander woord voor basisinkomen, toch? Ja, uiteindelijk willen we toe naar een basisinkomen. Op dit moment zetten we daar dus de eerste stappen voor. Ik zie ze nu al zuchten bij de Belastingdienst, want ze komen er nu al niet uit met die toeslagen. En dat is juist het mooie. De complexiteit van bij de Belastingdienst is veroorzaakt doordat de politiek jarenlang weer een toeslag hier, weer een heffingskorting daar. Daar moeten we vanaf, juist om ook te zorgen dat de IT-systemen bij de Belastingdienst weer kunnen functioneren, maar ook dat het voor mensen weer begrijpelijk wordt. Van waar moeten zij toeslagen? De probleem is nu vaak dat er 300.000 mensen zijn die de toeslagen niet eens aanvragen, omdat ze bang zijn dat ze dan aangemerkt worden als fraudeur of dat ze niet weten hoe het werkt. Dat willen wij simplificeren, zorgen dat iedereen recht krijgt op een huishoudtoelage met daarbovenop een toelage per persoon, zodat het voor iedereen begrijpelijk wordt en dat iedereen ook een beter bestaansminimum krijgt. Het is dus letterlijk gratis geld voor iedereen. Dat staat in jullie verkiezingsprogramma. Nou, we gaan hier nog een hele podcast over hebben. Die heet, geloof ik, bij jullie gratis bier. Daar gaan we hier over spreken. Gratis bier, ja. Het mooie is, wij rekenen onze programma door bij het CPB. Jullie doen het wel. Zijn andere partijen die het niet doen? Nee, juist ook omdat we het belangrijk vinden dat we laten zien dat wat wij willen, dat dat heel realistisch is, dat het helemaal geen gratis bier is. De eerste feedback die wij hebben gekregen is heel positief. Dus op alle vertrouwen erin. 8 november, dan komt dat helemaal goed. Dan komt die doorrekening. Ja. Ja, maar toch heel even dan meteen over het basisinkomen of over het financiële plaatje van de Nederlander. Jullie hebben over bestaanszekerheid, hebben jullie het ook over nationaal schuldenpardon. Hoe ziet dat eruit? Nou kijk, een van de grote problemen die wij continu zien is dat we het in de politiek een beetje hebben over een kleine verhoging van het minimumloon daar, een verhoging van de toeslag hier. Maar er zijn 600.000 mensen die op dit moment problematische schulden hebben. En die dus ook niet geholpen zijn met een kleine draai aan een van die knoppen. Dat zijn mensen bij elkaar die 3 miljard aan schulden, las ik. Bij elkaar 3 miljard aan schulden. Nou, vorig jaar was ik bij een huisarts. En die zei tegen mij, nou, wat wij hier in de praktijk hebben gezien is dat er heel veel mensen hier komen met klachten, fysieke klachten, maar die worden veroorzaakt door stress. En die stress die komt voort uit de financiële problemen waar ze mee zitten. En dus zeggen jullie, we moeten dat kwijtschelden. 3 miljard, hupschappen. Dus, die 3 miljard, daar willen wij van af, zodat we 600.000 mensen weer een perspectief geven op het leven. En uiteindelijk levert dat als samenleving ook veel meer op. Dat kan tot 17 miljard voor de samenleving opleven. Dat snap ik niet. Aan, dus je schrapt. Ja, dus wij schrappen die schulden. Je geeft 3 miljard uit, maar het levert 17 miljard op. Precies, omdat dat dus wil ik ook doen als ik kan. Dan gaat mijn huishoudboekje erop vooruit. Maar dat is toch geweldig? Dus laten we dat doen, want dat levert uiteindelijk arbeidspotentieel op. Maar hoe kan het 17 miljard opleveren? Zorgkosten die omlaag gaan. Indirecte kosten zijn op die manier. Dus dat zijn indirecte kosten. Maar toch zullen veel mensen denken, je gaat onverantwoordelijk gedrag. Mensen zijn hun schulden komen, misschien ook wel door eigen toedoen, ga je belonen. Terwijl andere mensen die zijn hard aan het werken, zijn aan het sparen, zetten wat dingen opzij, proberen zo verantwoordelijk met hun eigen huishoudboekje om te gaan. En die krijgen niet die miljarden toegeschoven. Van dit is precies het probleem waar we de afgelopen jaren tegenaan zijn gelopen. Dat beeld van wantrouwen. Dat mensen opzettelijk in de schulden zouden willen zitten. Ik denk dat je niet moet onderschatten dat heel veel mensen door domme pech uiteindelijk in schulden terecht zijn gekomen. Dat kan zijn door ziekte. Dat kan zijn door een scheiding. Dat kan zijn door overlijden. Dat kan zijn door een baanverlies. Een van de grootste schuldeisers is de overheid. Dus op het moment dat jij een boete krijgt, dan krijg je heel snel al een aanmaning van 50% daarbovenop. Of dat kan zijn doordat je een aankoop hebt gedaan en het achteraf terugbetalen hebt gekozen, waardoor je in de problemen bent geraakt. Nou, daar willen wij uiteindelijk vanaf. Maar wij willen naar dat mensbeeld van vertrouwen. Maar dan moeten we ook zorgen dat we op dit moment al die mensen die in die problematische schulden zitten, dat we daar vanaf gaan. Natuurlijk. En hoe zorg je ervoor dat die mensen niet weer in de schulden precies, belanden? Dus daar wilde ik naartoe. Ja. Want je moet natuurlijk dan ook zorgen dat je stopt met achteraf betalen, dat je stopt met gokreclames, dat je zorgt dat er een fatsoenlijk bestaansminimum is. Daar zullen we dus ook met die huishoudtoelagen, basistoelagen, zullen we daarvoor gaan zorgen. Maar ook dat je zorgt dat mensen die in de schulden hebben gezeten begeleiding krijgen, zodat ze niet meer terug
komen in de schulden. Ja. Dus uiteindelijk zit daar ook een rol voor de overheid. Maar dat zit ik meteen te denken, er zijn andere partijen die richten zich op de hardwerkende Nederlander. En zo noemen ze zich dan, of zo noemen ze hun kiezers dan. Die mensen die hard werken, die geld opzij zetten voor de kapotte wasmachine die er ooit misschien wel komt, die zullen denken, ja, maar wacht nou eens even, dit voelt oneerlijk wat voldoet. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen zullen begrijpen dat op het moment dat mensen in de financiële stress zijn, ze helemaal niet meer bezig kunnen zijn met überhaupt nadenken over hoe kan ik morgen bereiken. Dat ze onvoldoende aandacht hebben voor hun kinderen. Dat ze niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. En dat is uiteindelijk wat wij willen zorgen. Uiteindelijk levert het ons als samenleving juist op. Dus iedereen gaat er op deze manier op vooruit. En ik wil juist toe naar dat mensbeeld van vertrouwen. Ja. En dit is een eerste belangrijke stap die wij daarin nemen. Nou, dat punt is duidelijk. Ik zat wel ergens te kijken, want uiteindelijk is politiek ook praktisch ploeteren. Hè? Ja. Afbouwen van toeslagen schijnt lang te duren. 7 jaar moet dat minimaal. Zou dat wel gaan kosten om zo'n systeem te kunnen veranderen? Ja, kijk, uiteindelijk zit ik ook met de ideeën die wij hebben, zitten we ook voor de politiek van de lange termijn. Als je op de korte termijn wil scoren, ja, dan moet je niet moet je bij andere partijen zijn. Dan moet je bij andere partijen gaan zijn. Welke ik denk partij dat, moet je dan zijn eigenlijk? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat een van de grote problemen is van de politiek. Want elke crisis waar het in Den Haag de afgelopen 2,5 jaar over is gegaan, of het nou klimaat is, wonen, stikstof, bestaanszekerheid, die hebben één ding met elkaar gemeen. En dat is dat het crisis zijn geworden omdat moeilijke keuzes de hele tijd vooruitgeschoven zijn. Tuurlijk, het is niet van de een op de andere dag geregeld wat wij willen. Maar ik vind het ook dat je als politiek moet laten zien waar wil je met elkaar naartoe. Vanaf 2026, 2027 kan de belasting dit soort transities gaan maken. En moeten we ook zorgen dat we nu het plan al klaar hebben om daar dus al voorbereidend werk op te doen, zodat we zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekenstein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.